liggen toch niet aan mij? Dan hangt het bordje Oud-Dorp Stranden toch echt die kant op. Dan wijst hij opeens deze kant op. Begin ik nou helemaal gek te worden of... Yo mensen, Dark Games, leuk kijken deze gloednieuwe video op het kanaal. Mijn naam is Johan en vandaag is het eindelijk tijd voor de gloednieuwe geocacher hier op dit kanaal. Vandaag zijn we weer op een hele mooie locatie geplaatst. En dit is een bestemming waar je niet mag komen als normale auto. Dus ik gok ook niet dat daar borden staan. Nou, die kant mag ik helemaal niet op. Dus dan ga ik wel die auto volgen. En dan kom ik vast ergens uit. Hoop ik tenminste. Ik moet sowieso een bordje vinden. En dan kom ik weer verder. En ik ga niet het bordliedje meer zingen, want ik kan hem niet meer. Maar ik kom bij Zim op dat ik het ooit heb gedaan. Of is die aflevering nooit online gekomen? Geen flauw idee. Ik zie een bord. Sint-Anna-land. Stavenissen. Is dat niet... hier ergens of zo. Ik kan het niet vinden. Ik zie daar verderop nog een bord. Dus kijken of hier nog iets nuttigs op staat. Andere richtingen. Ik ga deze kant wel op. Ik zie hier nou ook weer een bord. En die vertelt ons vast dat we wegkomen. Scherpenissen. Ja, precies. Dan weet ik natuurlijk gelijk wat het is, Stavenissen. Jullie ook, toch? Bordje. Is dat een bord? Dat is een vlaggenmast. Het is dus wel in Friesland. Ik zag net een Friese vlag. Maar waar in Friesland? Geen enkel flauw idee. Is dit wel Friesland? Want ik zag dan even een verre Friese vlag. Maar het kan ook een andere soort vlag zijn, hè? Dit is geen Friese vlag. Maar waar moet het dan wel zijn? Is dit, dit? Nee, ik zet hem hier wel neer. Mekes. 126, het was... hier. Sint-Anna-land. Oké, okay, in Zeeland. Dan weet ik dat nu ook weer. Ja. Dit is, waarom doen ze allemaal zo moeilijk? Aan het begin toen ik Nederland Challenge deed, was dat nog wel best wel makkelijk. Toen heb ik gewoon in dorpen neergezet met borden. Net als dat ze je IP bijhouden en dan gewoon steeds moeilijker voor je gaan doen. Ah, hier een bord. We zijn in Zuidzaande, gemeente Sluis. Zuidzaande. En waar ligt dat? Ik zag weer een vlag. En er zit er weer verrekt veel uit op die vlag. Die wij net ook zagen. En dat is het ook nog. Oké. Okay. Zuidzaande. Zouterlanden. Gemeente Sluis. Hoofdstad, Hellevoetsluis, Zuidland, Spijkenissen, Goudswaard. Nee. Nou zitten we weer in Rotterdam, dan moeten we ook weer niet. Sluis, Sluis. Ja. Waar kan dit zijn? Ik denk hier ergens, Mekes. Oh, het was nog één eiland verder. Oké, okay. Nieuwe sluis, Akkerpunt, Zuidzanden, Kruisdijk, Nieuwe sluis, daar ligt dus bij in de buurt. Scherp bier,
Wil je ook wonen natuurlijk. Oké, we zijn in een stad. Een oude stad, zo te zien. Of de stad is misschien al wel ooit wel vernieuwd van binnen. Maar je snapt wat ik bedoel, hoop ik. We gaan toch maar die kant op. Denk ik wel fijner. Die woorden neem ik terug, want ik kom uiteindelijk gewoon op dezelfde weg uit. Applaus. Oké, die weg loopt dood. Dus dan gaan we maar die kant op. En gaan alsnog auto's deze kant op, terwijl de weg wel dood gaat. Dus er wonen hier wel veel mensen. Logisch bij huizen. We zitten al in het centrum, maar daar staan geen verkeersborden. Echt fijn. We komen bij een kruising zonder verkeersborden. Vondellaan. Vondellaan. Oké. En dat ligt in. Hoe is dit Groningen met het Vondelpark? Of is dat in Amsterdam? Ja, dat is in Amsterdam, laat maar. Hier een straat in of zoiets. Het motorhuis. Waar de fuck is dit? En nergens bordjes te bekennen. Ah, hier. Den Haag, Amsterdam, Noordwijk. Oké. Naturalis. Dat is Leiden. Toch of ligt het aan mij? Leids Universitair Medisch Centrum. Ik denk dat we hier staan. Meekes. 1,2 kilometer. Oeh. Ja, het klopt wel. Want het begon hier. Zijn we eruit gegaan. Zijn we deze hele weg gaan volgen. Zie je? En dan kom je er vanzelf uit. Play the next round. Dit is de ene laatste ronde. En dan zetten ze gelijk ons weer in een boerengat neer. Halleluja. Echt fijn. En er staan natuurlijk ook nergens borden hier, wat nog fijner is. Duurt lang. Ik wil gewoon een bord. Ja, alsjeblieft, mag dat. Ik volg deze auto's gewoon, want die hebben vast een doel. Ja, ik zie een verkeersbord in de verte. Halleluja. Veldhoven, Eindhoven, Walre. Eindhoven ligt hier. Valkenswaard is 7, Eindhoven is de andere kant op. Valkenswaard is de andere kant. Veldhoven is ook die kant op. Walre is die kant op. Als je zo op afkomt. Zaten we dan op deze weg? Meekes? 3,3 kilometer. We zaten hier. Ah ja, daar. Oké, de laatste ronde. Dan worden we gezet in een gezellig dorp. Hoop ik. Want ik weet niet wat het is. Wie heeft deze challenge? Want mensen kunnen het zelf maken als ze pro hebben. En dat heb ik niet. Dat kost veel te veel geld. En dat heb ik niet. Hoe bedenken ze ook zulke plekken? Zouden ze hier wonen dan of zo? Ja, ik klik trouwens ook maar gewoon wat random hoor. Ik heb geen doel waar ik heen ga. Er rijdt hier zelfs een bus. Een lijnbus, niet zo'n bus. Haha. Ik heb toch het gevoel van Friesland, een beetje bij de water en zo. Met dat mooi onderhouden en zo. Dat heb ik laatst ook ooit een keer gezegd. In aflevering. Aflevering. Geen flauw idee, want ik heb. Wat staat daar voor een bord? Een blauwe. De kade. Heel dankjewel. Heel erg bedankt bedoel ik. Oké, tot ziens. De Hoef. Welkom in de gemeente De Ronde Venen. Staat er niet bij welke provincie? Nee, oké, de Hoef. De Ronde Venen.
Het ligt vast hier ergens, mikkes. 172 kilometer, view summary. En we gaan dezelfde map nog een keer spelen. We gaan deze hele aflevering gewoon de Nederland Challenge doen. Ik ben daar ook zat van om zo verdedigd te worden om er 500 kilometer vanaf te zitten. Dat kan in Nederland namelijk niet. We zijn in Limburg. Wedden? Ik zie zo'n kapel daar staan. Jurulier optiek. Als ze daar gewoon een bordje in zetten van welkom in bla bla bla, daar word ik ook weer vrolijk. Ja, maar als ze dat niet doen. Ja, ik zie een bord. Ik zie hem. Oh, Sint-Hubert. Ja, precies daar, ja. Sint-Antonius, Volkel, Uden. 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 Geen flauw idee. Ook hier werken wij aan het lekkerste drinkwater. Brabantwater. Oké. Dat zag ik toch even snel. Dan moet je hier dus ergens Uden zoeken. Wat je natuurlijk nooit kan vinden, dus het zit hier vast. Ja. Oké, we zitten weer op een boerenlandwegje. Fijn bedacht, heel erg bedankt. En we zijn het boerenlandwegje weer af. Ik zie gelijk een plaatsnaambordje, dat is goed. Oostdijk, gemeente Orvelte. Volgens mij. Hoe kom ik bij Orvelte? Ja, kijk, Orf. Oh, het bordje is vervangen. Ze hebben een nieuwe gemeente in 2013. Ja, aha. Ouddorp, Stranden. En. Word ik nou gewoon helemaal gek in mijn kop? Of wees dit bordje net nog die kant op? Als ik deze kant op kijk, dan ligt het toch niet aan mij. Dan hangt het bordje Ouddorp Stranden toch echt die kant op. Dan wijst hij die kant op. Die kant. En als ik nou eentje opzij ga, dan wijst hij opeens deze kant op. Begin ik nou helemaal gek te worden of... Ik ga het dorp ook gewoon niet in. Ik ben echt boos op het dorp nu. Ik word er zelf stil van. Ik snap er echt helemaal geen dromen van. We gaan gewoon verder op zoek naar een bordje. Die is waarschijnlijk nou nergens meer neerzetten omdat we dat dorp gewoon in moesten. Maar fuck dat, we volgen die auto gewoon weer. Altijd auto's gaan volgen als je verdwaald bent. Auto's komen altijd ergens. Of je zit in het complot dat je wist dat je ze verdwaald zou raken. Je daar nog verder vertelde. En we gaan alsnog dat fucking dorp in. Maar hier staat wel een bord. Andere richting, Stranden. Ja, dat stond net ook dat het deze kant op was. Stranden. Nou, het Circus Rens komt hier wel in ieder geval. Heel leuk voor hun. Maar daarvoor kwam ik niet. Ik kom voor te weten waar we zijn. Hier nog een plaats. Jumbo. Stranden. Centrum. Rotterdam. Rotterdam. We hebben Rotterdam gevonden. Oké. Ja en dan. Dat ligt toch in Groningen. Waarom word ik echt helemaal gek vandaag? Eerst is het bordje omgedraaid. Nu ligt er een plaats die normaal in Groningen ligt hier. Maar waar een oud dorp. Hoe kan je hier? Rotterdam. Zevenhuizen zijn we. Mekes. We zaten... Wat? Dit doen we toch in fietsafstand.
Staat er een bordje met fietsen die kant op. Dat ga je toch niet fietsen? Ik ben toch geen Mogol? Ja, nu zijn we in... Zou dit dan een fabriek zijn geweest of zo? Met die zo'n paal staat, dan zou het gewoon kunst zijn. Ik ga voor de kunst. En deze weg loopt dood. Wat hartstikke fijn. Mochten ze ook wel wat eerder vertellen. Nu ben ik weer boos. Komt allemaal door Geocacher. Zo'n game kan me gewoon boos maken. Nooit gedaan dat ik boos zou worden van een game. Ondanks Minecraft met tante. Maar daar hebben we het niet over. Maar dan moet je gewoon boos worden. Oké, die kant op. We zijn eindelijk uit die weg. Waar kom? Ja, logisch, een rotonde zonder bord. Ah, nu is... Ik word echt helemaal gek. Helemaal gek word ik. Ik ga één tikkeltje naar achteren. En daar ligt fucking zo'n rotonde in. En ik ga één stap vooruit. Hier staat nog steeds dezelfde auto. En dezelfde rotonde. En nu is een hele... Volgens mij willen ze mij ook gewoon gek krijgen of zo. Ik moet straks al naar een psychiater toe. Het gekhuis. Oké. De Harbor Club. Ja, maar dan weet ik nog steeds niet waar dat ligt. Apeldoorn zie ik daar wel staan. Maar we gaan steeds verder zoeken naar een bordje. Of meerdere borden. Want ik wil hier weg. Ik word helemaal gek hier. Apeldoorn, waar de fuck ligt dat? Dan ligt vast hier, Mekes. Ah, het was Amsterdam. Waarom loopt er al fucking een bord Apeldoorn? Heerlijk. Ja, ik heb er heel vaak van gehoord, maar ik weet nog steeds niet waar het ligt. Nou, vertel, waar ligt het? Alsjeblieft. Ja, dit hier heb ik veel aan, Google. Dankjewel. Oké. Ik zie een snelweg. Ik ga op die snelweg. Kan ik op die snelweg? Zo, komt altijd als je zo ging klikken. Ja, zie je, dan kom ik nu boven op de snelweg. En ze moeten hier toch wel ooit een keer een bordje hebben staan van over zoveel kilometer. Afslag die en die naar dat en dat. Ik zie hier het eerste bordje. Ewijk. Dankjewel, daar heb ik heel veel aan. Maar ik zie hier verderop een heel groot bord. En daar moet vast hele belangrijke informatie op staan. Weer Rotterdam, Zwolle, Arnhem. Dat zijn compleet dorpen aan de andere kant van elkaar af liggen. Zo bedoelde ik het ook, het zeggen. Oh, dus ik ben bezig op de viaduct. Echt logisch ook gewoon. Arnhem, Rotterdam en Zwolle zijn die kant op. En dan, nou weet je wat, ligt vast dan hier. Want Rotterdam ligt er ook in de buurt. Het was toch niet daar. Oké, we zijn weer op een boerenland. Dat is vast hier. Mekes. We zaten aan de andere kant van Nederland. Well done. Game finish. Het moet net andersom, maar ik ben moe. Dus dan mag ik dat zeggen. We hebben 20 minuten opgehouden. Dus ik vind weer genoeg voor vandaag. Vond je deze aflevering al leuk? Doe dan ook even dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet u niet te abonneren op ons kanaal hier beneden. En dan zie ik of iemand anders jou de volgende video weer terug. Laat dus!